Goedenavond. Een zwarte dag in de Tour de France. Italiaan Fabio Casartelli overleed aan de gevolgen van een val tijdens de 15e etappe. De coureur uit de Motorola-ploeg van Henny Kuiper was een van de 7 renners die met hoge snelheid onderuit gingen tijdens de afdaling van de Portet d'Aspet. Casartelli raakte ernstig gewond aan het hoofd, verloor veel bloed en werd in bewusteloze toestand per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Tarbes, waar hij een half uur later overleed. Van de 6 andere gevallen renners konden Breukink, Museeuw en Perini direct verder rijden. De Colombiaan Aguirre in eerste instantie ook, maar hij gaf later toch op. Redze en Baldinger werden met botbreuken overgebracht naar een ziekenhuis. Fabio Casartelli werd 3 jaar geleden in Barcelona Olympisch kampioen. Hij klopte Erik Dekker, die ook in de Tour rijdt, en de Let Ozols. Direct daarna werd de Italiaan prof. Fabio Casartelli werd 24 jaar. Casartelli is de 4e dode in 82 Tour de France's. De eerste was Adolphe Hélier in 1910. De Fransman kwam na een val in zee terecht en verdronk. In 1935 overleed de Spanjaard Cepeda ten gevolge van hersenletsel dat hij opliep bij een val in de 7e etappe. En in 1967 bezweek de Brit Tommy Simpson op de flanken van de Mont Ventoux. Vandaag dus opnieuw een zwarte dag in de Tour de France. Fabio Casartelli, een 24-jarige Italiaan. Motorola-verzorger Serge Bourlet kende hem goed. Deze jongen is begin van het seizoen in de ploeg gekomen. De 2 vorige seizoenen had hij veel problemen met zijn knie. In de winter is hem geopereerd geweest en dat was gewoonweg een supergast. Eergisteren was zijn verjaardag, 2 maanden geleden heeft hij een zoon. En ja, komt daar hard aan, heel hard. De renners zitten nog in de wedstrijd, weten die dit al? Nee, die weten niets. Wij komen het hier juist ook maar te weten. Wij hadden wel vermoedens, maar meer niet. Morgen? Wat gaat er morgen gebeuren met uw ploeg? Dat zal Jim Okovic en Henny Kuiper moeten nagaan. Maar ik denk persoonlijk dat we zo moeten verder doen. Niet stoppen? Ik vind van niet, hè. Ik zou verder gaan. Voor hem. Dat zou hij gewild hebben? Denk ik wel. Ik denk het wel. Dit is Casartelli's ploeggenoot, Andrea Perron, Italiaan ook, met wie hij de kamer deelde. Perron krijgt hier het vreselijke nieuws van de verzorger te horen. Mejia, de Colombiaan, ook rijdend voor Motorola, ploeggenoot ook van Casartelli, ook hij weet nog van niets. De reactie van Escartin. En het verdriet van Alex Sule. Het overlijden van een collega. Erik Breukink komt binnen. Hij was betrokken bij de valpartij in de afdaling van de Portet d'Aspet. Wat is daar gebeurd op de Portet d'Aspet? Jij zat er ook maar in? Het was een... Tennissen? Ah, wel. Het was gewoon in de eerste afdaling. En er lag er eentje voor me. Ik ging er gewoon overheen. Ik heb vreselijk geluk gehad. Dat was die jongen van Baldinger, die Polti. Nee, er lagen er al meer. En van Polti, ja, maar van Motorola zag er heel slecht uit. En ik ben wel geschrokken. De volgende afdaling kwam ik eigenlijk niet goed beneden.
Heb je gehoord van het overlijden van Fabio Casatelli? Godverdamme. Godverdamme. Ik heb dat maar gezien. Dat is erg. Hij lag in coma in Tarbe en toen daar is hij niet meer uit wakker geworden. Ik ken die jongen niet goed, maar ik vind het vreselijk. Wij hadden even de indruk dat het jullie tijdens de koers ook gaandeweg duidelijk werd, maar dat is dus blijkbaar niet zo. Nee, je vertelt het me nou net. In de Tourmalet is nog een van ons gevallen, vlak voor me. Mariano Rojas. Die heeft zijn sleutelbeen gebroken, geloof ik. Nou, ik ben stapvoets naar beneden gegaan in de Tourmalet, want toen ik dat zag, durfde ik helemaal niet meer. Geen risico's op een hele zwarte dag in de Tour de France? Ja, als ik... ik weet niet, ik ben daar kapot gaan. 6 kilometer per dag. Dankjewel, Erik. Ponte la camiseta. Voor wat het waard is, de 15e etappe ging van Saint-Girons naar Cauterets over een afstand van 207 kilometer. Met 6 beklimmingen, naar de Col de Portet d'Aspin nog 4 bergen van de eerste categorie en 1 van de buitencategorie, de Tourmalet. 3 kwartier lang peddelde het peloton in deze zware Pyreneeënrit rustig voort. Totdat bij de beklimming van de eerste col, de Portet d'Aspin, Bruno Cornillet er vandoor gaat en Richard Virenque de bergkoning met zich meekrijgt. Cornillet is de nummer laatst, 129 in het algemeen klassement en absoluut ongevaarlijk dus. En Virenque wil nog wel wat punten voor de grote bergprijs. En dat kan omdat niemand reageert vooralsnog. 6 hellingen in totaal dus vandaag. 77 kilometer moet er geklommen worden. En deze Portet d'Aspin is een aardige aanloop. Omdat later in de etappe steilere beklimmingen volgen. Vooral die van de Tourmalet, die van de buitencategorie is. Virenque dus en Cornillet. Het peloton op zo'n 20 seconden. 20 punten vallen hier te verdienen voor Virenque bij deze col van de tweede categorie. En Cornillet gaat door en Virenque denkt, laat ik dan ook maar meegaan. En in het peloton heerst voorlopig nog rust. De afdaling dan met die steile, gevaarlijke bochten van de Portet d'Aspin. Snelheden van 80, 90 km per uur. Bijna geen enkele coureur draagt een valhelm. De val dan van Casartelli, die zwaar gewond op het asfalt blijft liggen. Perini, de Italiaan, Museeuw, Baldinger, Breukink, Aguirre en Redze, laatstgenoemde, viel zelfs over de rand het ravijn in. Casartelli, zwaar gewond, onmiddellijk hulp erbij, doktoren en nog eens dat moment. Aguirre is hier de laatste man. Casartelli ligt daar al, Breukink ligt... In die roze trui stapt weer op. Rechts daar, Museeuw. En Aguirre waarschuwt de volgers. Kijk uit, want er ligt hier een collega van ons, zwaar gewond. En Casartelli wordt dan afgevoerd per helikopter naar een ziekenhuis in Tarbe, waar hij dus later zal overlijden. En het peloton weet nog van niets. Met de gele trui, met Miguel Indurain voorop. Een demarrage is daar. Het is Arroyo die vooruit is en hij krijgt gezelschap van Buenahora, die zeer sterk rijdt deze ronde van Frankrijk. De nummer 10 in het klassement op 15.23. Hier Arroyo en hier Buenahora. Geen gevaar voorlopig voor de gele trui, geen paniek derhalve bij de ploeg van Indurain. Buenahora kijkt nog eens om, wie volgt er? Voorlopig even niemand. Maar langzamerhand toch wat schermutselingen aan de kop dus van dat peloton. Er zijn meerdere coureurs die vertrekken. En daar komt hij weer, Richard Virenque. In achtervolging
op een viertal renners dat nu weg is. Piranke, vorig jaar winnaar van de grote Pyreneeënrit Arroyo Buenahora. Chiappucci is daarbij in tweede positie. En ook Escartin is aangesloten. Steeds meer demarages aan de kop van het peloton. Zoals deze van Melchor Mauri, de nummer 6 in het klassement op 9.29. En hij krijgt Aparicio met zich mee. Hier Chiappucci, Stevens, de ploegmaat van Erik Breukink en van Jalabert is er dan bij. En ook Bo Hamburger, rechts in dat geel-blauwe shirt uit de ploeg van Kees Priem, zit nu bij de kop. Escartin daar rechts in beeld, Buenahora en Viranke. En Mauri met zijn bewaker Aparicio sluiten aan. ...85 kilometer koers dan. En Viranke gaat er andermaal vandoor. Hij kwam dus als eerste boven op de Aspet, ook op de Manté en de Piresourde. En hij verzamelde meer dan 100 punten al. Indurain, omgeven door zijn ploeggenoten, altijd Zule in zijn wiel. En ook op de Col d'Aspin gaat Viranke als eerste onder het doek door. Weer 30 punten. En de bolletjestrui kan hem niet meer ontgaan. En hij gaat maar door. Chiappucci, Escartin, Mauri en de anderen volgen op dik een minuut. Viranke in de afdaling. En daar komt het peloton op meer dan 4 minuten. De Banesto's met Indurain, Zule is erbij. Gotti is erbij, alleen Jalabert heeft lichte achterstand. Zij komen door op de Aspin. En zij weten nog niet dat op dat moment Fabio Casartelli in het ziekenhuis bezweken is aan zijn verwondingen. Kijk, 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 kijk. Het wordt hem nu verteld. Zie je dit? Ja. Het wordt nu duidelijk gemaakt. Aan Chiappucci wordt nu verteld het overlijden van Casartelli. Oi, 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 oi. Wat een moment. Zag je het? Ja. Nog 4 man blijven in het achtervolgende groep. Die verbazingwekkende Buenahora, Mauri, Chiappucci en Escartin. Gelost zijn dus Duvaux, Hamburger, Aparicio. Dat is Zule. Tweede dus in het klassement op 2.46. En dat is interessant. Wat doet nu de man in het geel? Die moet nu wel op kop gaan rijden. Dat is een rechtstreekse aanval op de gele trui door de nummer 2 in het klassement. Die achter Pries naar boven klimt naar de top van de Tourmalet. Hier is dat groepje met het geel dat 10 renners nog bevat. En de rest is eraf. In de koninginnenrit 12 seconden voorsprong nog voor Ries op Zule. 22 seconden heeft Ries op het peloton. En de gele truidrager reageert in eerste instantie niet. Hier is Virenque in La Mongie. U ziet het, na 155 kilometer, de etappe is 206 kilometer lang. Mauri is uit de groep Chiappucci gelost. De groep Chiappucci op 45 seconden. Mauri op 1.05. Hamburger op 2 minuten.
En hoe is het met Alex Zule? Nu heeft de gele truidrager nog één helper voor zich. En eens kijken als die wegvalt of hij dan ook weer zo fantastisch gaat versnellen zoals hij dat de afgelopen bergetappes deed. Een geweldige inspanning van Richard Virenque. Die begon op de Pierenzoerde, de derde col. Het leek een simpel plaagstootje van de Mexicaan Arroyo. Weet je nog? Dat was het. Daar begon het mee. Daar is Zule. De situatie, 4 kilometer onder de top van de Tourmalet. Op kop Richard Virenque. Daarachter het groepje Chiappucci op 45 seconden. Mauri op 1 minuut 5. Hamburger op 2 minuten. Duvaux op 3 minuut 15. Aparicio op 3:30. Ries op 3:43 en Zule op 4 minuut 9. Er zit dus 26 seconden tussen Ries en Zule. En Ries heeft nu Aparicio ingehaald. Ja. En Aparicio kijkt naar achter, wat moet hij nu doen? Mee of moet hij... De Tourmalet, de top op... 2114 meter. Voor de 68e keer wordt hij in de ronde hier gepasseerd door Richard Virenque, die ook vorig jaar al als eerste doorkwam. Een dichte erehaag. Zometeen gaan de seconden tellen. Daar is de top. Kilometer 489 meter gemiddeld. De drie erachter. Chiappucci, Escartin, Buenora. Chiappucci, Escartin, Buenora, de nummers 2, 3 en 4. En hier begint hij met Zule en als Aparicio voor hem. We zijn al bij de Deen, die nu maar aan moet klampen. 2 en 4 in de koers. Mauri passeert de top. De nummer 5. Zijn achterstand bedraagt 2 minuten 13. Waar is Jalabert, de nummer 3 in het algemeen klassement? Die is gelost. Hier is Bootje Hamburger. Als zesde. Op 3:04.
Dan komt Indurain op 3-19 met Zule en met Ries. En eens kijken wat nu in de lange afdaling gaat gebeuren. Aparicio is tiende. Op 3-39. Hier zijn Jalabert en Lanfranchi en Dufault. Op 4 minuten 40. Als Richard Virenque voorop blijft tot het einde, dan hebben we weer een solo rit van 100 kilometer. De achtervolgers komen naderbij en u weet waarom, omdat de weg vlak loopt. Dan zijn zij in het voordeel. Jalabert is gesitueerd op 4 minuten en 5 seconden. Die heeft een achterstand van 50 seconden op de gele trui. En Jalabert is in het gezelschap van zijn landgenoot Madouas. De Fransman probeert zijn derde plaats in het klassement te redden door tot bij het groepje van de gele trui te komen. En dan moet hij hier naartoe. En hij weet dat hij dat moet doen voordat de laatste beklimming begint. Mauri wordt zo direct gepakt. Daar. Eens kijken of die meegaat. Even over zijn ploegmaat. Mauri gaat mee. Dus nu is de stand van zaken. Deze man aan de leiding op 1 minuut en 5. Ze kruipen naderbij, de drie daarachter. Chiappucci, Escartin en Buenahora. Dat zijn de mensen die u nu in beeld heeft. En dan gaan we naar het groepje Indurain op 3 minuten en 11. En 40 seconden hier weer achter zit het groepje met de groene trui, de groep Jalabert. Madouas. En Jalabert komt bij de groep van de gele truidrager net op tijd. Jalabert, Gotti, Madouas. En de vierde man was Lanfranchi. Hier zijn ze. Hier is Gotti. Lanfranchi sluit de rij. Net op tijd. Daar komen de eerste borden die aangeven hoe lang we nog moeten. 10 kilometer voor Virenque nu. Hij zal straks een sprong in het algemeen klassement maken en waarschijnlijk naar de 8e of de 9e plaats opschuiven. Dit is 10 kilometer voor Ries, maar waar zit Ries nu? Is die weer weg? Ja. Ook deze Deen is bepaald flink bezig in deze ronde. Rechtsboven gaat hij. Links in het kader is de groep. Ik denk dat dit de vijfde of zesde keer is dat Ries alleen weggaat. En nu is het dus aan Jalabert om te gaan rijden. En die heeft daar Mauri voor als steun. Maar Jalabert gaat zelf. Madouas gaat. Net als op Usain-Neige. Met een grote versnelling. Eerst was hij gelost. Hij komt terug met Jalabert. En dan heeft hij dit nog in huis. Ik zei al,
een paar dagen eerder dat deze man zichzelf had leren kennen in de Ronde van Italië van dit jaar. Waar hij 12e werd en met alle grote mannen meeging in de beslissende ontsnappingen. Hier bevestigt hij dat. Het slaat nu een beetje uit elkaar, want Indurain lost nu Zullen. En komt heel gemakkelijk bij Madouas. Heel gemakkelijk. Chalabert gelost. Zule gelost. Mauri gelost. En voor de vijfde of de zesde keer wordt Ries dus weer teruggehaald door de man in het geel. Zag u dat handgebaar van Ries aan Madouas? Even eroverheen komen. Zullen komt terug. Maar hij draait een beetje vierkant, Alex Zullen. En daar zijn Jalabert en Lanfranchi. En die komt er nog even door. Poch. Ja. Jalabert heeft goede tasten vandaag. Hij heeft ook verklaard, als de echte klimmers echt aangaan, dan moet ik passen. Maar nu is daar een beetje twijfel. Zule zal niet op kop rijden. Daar gaat Madouas weer. Rechts. Madouas, die 12e staat in het algemeen klassement. En Ries gaat hem halen. Dat zie ik niet. Hij probeert Indurain koppositie op te dringen, dat doet Indurain niet. En wij keren terug naar de koploper. Chiappucci. Met Escartin en met Buenahora, een Italiaan. Een Spanjaard en een Colombiaan. Hier een Deen en een Fransman. En hij kan nog steeds vaart maken. Verzwakt niet, zo te zien. Het blijft meer dan een minuut. Er blijven auto's achter zitten. En Ries rijdt bij Madouas weg. En die Deen doet dat met een versnelling. Oh. Hij kan ook alleen maar in de fiets staan vanwege die versnelling. Want anders krijg je ze niet rond. Wat denk je dat hier die aanhechtingen van die spieren? Indurain weer eens een goede actie. Hij heeft Zule bij zich en Gotti. Mooie, wilskrachtige, sterke overwinning van de Fransman Vierenigde. Die twijfelde of hij nou defensief moest gaan rijden om zijn trui te behouden. Maar die ook beantwoordde aan de manier waarop hij zo graag aan sport doet, aan aanvallen. En dus ging hij alleen en dus bleef hij alleen. Chapeau daarvoor. In deze rampendag in de Ronde van Frankrijk waar Madouas bijgehaald wordt door Indurain en Zullen. Indurain zag wat plaagstoten. En toen het serieus werd, ging hij zich met de zaken bemoeien en reed verder iedereen. Of op afstand, Rominger, Pantani, of hij haalde ze terug. Daar ziet Vierenigde het teken van de laatste kilometer. Hij gaat nog maar weer eens tempo versnellen. Deze boog moet een triomfboog voor hem zijn. Yes. Yes. Low five. Eigenlijk een middle five. Voor Richard Vierenigde. Vorig jaar won hij de grote etappe in de Pyreneeën. En was hij blij en werd hij held in Frankrijk. Dit jaar herhaalt hij dat. Het is alleen jammer voor hem dat zijn overwinning, die buitengewone overwinning, is in de schaduw komt te staan. Van dat intens trieste ongeluk dat de Tour de France vandaag overkwam. De dood van een van de renners.
Fabio Casartelli. Zes over half elf was de officiële start. We zitten op 2 of 3 minuten voor 5 op deze dinsdagmiddag. Een kortere Crête du Lys, zoals die officieel heet. En de etappe is voor Richard Vierenigde, de Fransman. Een mooie zege op deze ramdag. In 6 uur, 20 minuten en 48 seconden. En de achtervolgers met Chiappucci aan de leiding. En de Italiaan had hier willen winnen. Zeker nadat hij van zijn ploegleider hoorde wat er gebeurde. Ik weet niet of u dat moment nog kunt herinneren in de koers. Hij geeft nu helemaal niets af. Chiappucci wordt tweede. Hernan Wohenhora derde en Escartin zit daarachter. Hier is Ries. Die gaat vierde worden. Vijfde. Kijk eens, die heeft wat gegeven en daar is Indurain al. Dus de winst die Ries maakt is een kleine winst, maar hij heeft het 3 keer vandaag geprobeerd. En dat allemaal op die grote versnelling. Dus Ries wordt vijfde. Belangrijk is zijn verschil ten opzichte van Jalabert. Nou, Indurain is niet van plan om heel veel over hem in te leveren. Kijk maar. Nee. Dat gebeurde ook in de Alpen. Ries op. 2:29. En dan krijgen we achter elkaar Indurain. 2:34. En Madouas. Die wordt achtste, Madouas. Gotti wordt dus negende met een achterstand van 3 minuten en 24 seconden. Dan is het wachten op Jalabert. Ries had dus een achterstand van 2:29. Dus Jalabert, die hier aankomt, heeft nu meer dan 1 minuut geworden. Verloren met Lanfranchi aan zijn wiel. ...2:29 verloor Ries. En Jalabert verliest dus op de Deen meer dan 2 minuten. En verliest zijn derde plaats. Jalabert wordt tiende. Op 4:32. Elfde wordt Lanfranchi. En Jalabert is voorlopig zijn podiumplaats kwijt in Parijs. Laten we eens kijken naar de uitslag van de 15e etappe op kaart. Richard Vierenigde wint dus. Op 1 minuut 17 wordt Chiappucci tweede voor Buenahora en Escartin. Ries wordt op 2 minuut 29 vijfde. Vrijwel direct gevolgd door Indurain, Zule en Madouas. Gotti komt 1 minuut achter het groepje gele trui binnen. En Jalabert verliest 2 minuten op Indurain. Alle Nederlanders kwamen vandaag op tijd binnen. Erik Breukink had 18 minuten en 44 seconden achterstand op Richard Vierenigde. Eddy Bouwmans 21 minuten 47. Maarten den Bakker 32 minuten en 54 seconden. En Frans Maassen, Erik Dekker en Bart Voskamp kwamen tegelijk over de streep. Met een achterstand van 35 minuten en 27 seconden.
In het algemeen klassement is het verschil tussen de nummers 1 en 2 in Indurain en Zule gelijk gebleven. Bjarne Ries pakte 2 minuten op Laurent Jalabert en is nu derde. De drager van de groene trui is vierde en Gotti knap vijfde. Chiappucci en Wieranke vinden we terug op plaats 9 en 10. Pantani en Rominger zijn uit de top 10 van het algemeen klassement gevallen. Uitslagen en klassementen. Weinigen hadden er oog voor vanmiddag aan de finish in Cauterets. De dood van Fabio Casartelli overschaduwde wat een mooie spoordag had moeten worden. Toerarts Gérard Porte over de fatale val, die wellicht nooit zulke ernstige gevolgen had gehad als de weg niet was afgezet met van die betonnen paaltjes. D'abord, c'est vrai que je suis arrivé très vite puisque je suis la deuxième voiture, dans la deuxième voiture derrière le peloton. Donc je suis arrivé très tôt sur cette chute. Je suis moins formel que vous en ce qui concerne les plots parce que Casartelli était la tête sur le sol et saignait, son visage saignait énormément. Mais il n'y avait pas de sang sur le plot le plus proche et je pense qu'il est tombé très lourdement à l'endroit où on l'a trouvé, que c'est là qu'il a commencé à saigner. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait la responsabilité d'un plot dans son accident. Ensuite, eh bien, nous l'avons trouvé déjà dans un coma profond. Dans les 10 secondes, il a immédiatement perdu connaissance et les lésions étaient très graves d'emblée. C'est pour ça que j'ai fait appel tout de suite à l'hélicoptère de la gendarmerie. Nous l'avons mis en condition pour le transporter le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles. Tout s'est passé dans les règles de l'art médical. Et il a été évacué très vite en étant encore... il avait un bon pouls, tout se passait bien, mais on savait qu'il y avait une grosse urgence étant donné l'hémorragie dont il était victime. Et pendant le transfert à l'hôpital en hélicoptère, il a fait à 3 reprises un petit arrêt cardiaque, mais à chaque fois, on a pu le faire repartir. Et c'est ensuite que arrivé à l'hôpital de Tarbes que les choses se sont progressivement détériorées pour arriver à l'issue fatale, malheureusement, quelques heures plus tard. Samen met de Amerikaan James Okowitz leidt Henny Kuiper de Motorola-ploeg. De ploeg dus van de verongelukte Fabio Casartelli. No interview. Okay. Yeah, just a moment. Okay, have another. Henny, op het moment van de valpartij was jij in de buurt. Wat heb jij gezien? Ja, ik ben er naartoe gegaan en je kunt er ook niet met 2 auto's blijven wachten. Ik heb gewacht en met Gerard Pot gesproken. Ja, ik zag wel dat het heel ernstig was. En in het begin ging het nog eventjes. Je kunt wel een klap maken en bloed, ik ken het wel, maar even later, toen werd hij helemaal blauw en zijn hele, het heel, helemaal inwendige bloeden aan zijn hoofd. En het schijnt dat hij zware schedelbasis had, plus breuken aan de schedel. En hij heeft wel een hartstilstand gehad onderweg in de vliegtuig of bij aankomst, maar dat hebben ze nog wel gereanimeerd. Maar er was zoveel stuk in zijn hoofd, er was niet meer te redden. En op zo'n moment moet jij verder in de koers? Ja, ik weet niet, daar kan ik nog niet aan denken. Het ergste komt nu nog. Nu komt alles op jullie komen en dan kom je terug in de werkelijkheid. Je zit daar, je denkt van alles. Ik weet niet, ik kan er nu ook zo moeilijk om daar nu realistisch iets over te zeggen. Ik denk, wat was Casartelli voor een jongen? Hij heeft het heel moeilijk gehad. Een gevierde jongen wordt Olympisch kampioen. En dan in een jaar in het keiharde profwereldje bij Ferretti, hard aangepakt, kon hij niet tegen. Veranderd van ploeg, ook veel gesukkeld. Verleden jaar knieproblemen. We al gaan stoppen. Hij woont in de buurt van Como, de dokter kent hem goed en hij is toch een talent. We hebben hem vertrouwen gegeven en we hebben hem opgevist. En hij deed nu echt goed in de Tour. En we waren bezig over zijn verdere carrière. En wat moet je daar nog van zeggen? Hij had nog zoveel te bewijzen aan zoveel mensen en was ook een prachtjongen. Hij heeft net een kind van een jaar oud. Dat is moeilijk. Wat gaan jullie morgen doen? Gaat de ploeg starten of is... We hebben net besloten om eerst intern daarover te praten en zien we wel verder. Ja. Met of zonder de ploeg van Motorola, de Tour de France gaat gewoon door.